Ik ben Teuntje Klinkenberg. Afgelopen woensdag is mijn boek De methode Coué uitgekomen bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam. Het bijzondere verhaal van 3 generaties moeders en dochters. De methode Coué staat voor alle vormen van bedekken. Ik heb het gevoel dat in onze familie van generatie op generatie bepaalde dingen zijn doorgegeven. Zoals verdriet, zoals het niet goed kunnen praten over emotionele dingen. Ik was 17 toen mijn moeder aan de gevolgen van borstkanker overleed. Ik was 36 toen ik bij mezelf het beruchte knobbeltje ontdekte. Ik bleek dus ook borstkanker te hebben. Het vroeg sterven of het vroeg verliezen van een ouder loopt als een rode draad door mijn familie. In de periode dat mijn moeder ziek was, ze is ongeveer 1,5 jaar ziek geweest, heb ik de instructie gekregen dat dat mijn moeder niet mocht weten dat ze zo ernstig ziek was. Natuurlijk wist ze dat ze ziek was, want ze voelde zich in alle opzichten belabberd. Maar zij mocht niet weten dat ze er heel slecht aan toe was en dat ze, weldra zou sterven. Dus ik heb de opdracht gekregen om in die zin ook de methode Coué toe te passen. En dat heeft enorm mijn leven beïnvloed. Ja. En dat heb ik ook met het boek willen doorbreken. Mijn moeder is 17 en krijgt het bericht te horen dat haar vader is overleden. Daar begint het boek. En ik eindig het met een gesprek met mijn dochter over haar toekomst.